zijn klachten binnengekomen. Ik weet niet over jullie of over ons natuurlijk. Nee, bij Dacia zijn klachten gekomen over de Duster. Over de eerste generatie Duster, waar ze er overigens meer dan 1 miljoen van hebben gebouwd. Het zou te luidruchtig zijn binnenin. Te veel lawaai. Dat ging ten koste van het comfortniveau. En de stoelen waren niet goed. Heel veel eigenaren van Dusters hebben geklaagd. Zit niet lekker, dat moet beter, moet anders. Nou, de All New Duster is helemaal niet all new. Het is gewoon een hele dikke, rigoureuze facelift. De basis van de auto is hetzelfde. Het platform, de structuur van de body is hetzelfde. De motor is ook eender met de voorgaande. Maar wat ze wel hebben gedaan, ze hebben hem aan alle kanten bijgepunt. Beter gewijd. En ze hebben geluisterd naar de consument. En die klachten, die hebben ze meegenomen. Dus de raampjes, 0,35 mm dikker. Dat houdt het geluid buiten. Meer isolatie in de wielkasten, meer isolatie rond de achterwielophanging. Die maakte vaak een beetje geluid. Meer isolatie rondom de motorruimte. En in totaliteit is die stiller. De stoelen, die vervelende stoelen, overboord gekieperd. Er zijn nieuwe stoelen ingezet. Beter, groter, ruimer, met meer zijdelingse steun. En het zit eigenlijk ook gewoon goed. Die Duster is natuurlijk wel een echte auto voor Nederland. En niet omdat hij oranje is. Hij is functioneel, utilitair dus, efficiënt en vooral sympathiek geprijsd. Veel ruimte, 450 liter, mooi afgerend. Er zitten geen dingetjes aan en zo en handigheidjes en zoiets die je niet nodig hebt, maar waar je wel voor betaalt. Gewoon veel ruimte, that's it. Er is een extreme liefde voor SUV's ontstaan, hè, in de wereld. Dit is een SUV, kijk eens. Veel veerweg, veel bodemvrijheid. Bijna 90 graden openen. Die auto staat wat hoog, dus je stapt makkelijk in. Ruimte. Prima, hoofdruimte. B-ruimte. Oké, net aan. Je kunt er wel met z'n drieën in. En die derde zit dan ook veilig, hè? Want een derde gordel. Kijk, het is basic. Dat was de Duster. En dat moet de Duster ook zijn. Maar toch hebben ze een heel klein beetje... Ja, ze zijn aangemoedigd bij Renault, bij Dacia. Dus om het toch wat gezelliger te maken. Ietsje knussen. Kijk eens hier. Klank in de knopjes. Navigatiesysteem, wat niet geweldig functioneert. Kun je ook afvragen wat je daarin hebt. Hè? De meeste mensen hebben een navigatiesysteem op hun telefoon. Het stuur. Hey, dat hebben ze niet allemaal gehad. Alle Dacia's. En verder is het heel veel Renault. De stoelen zijn groot, die zitten prima. Ja, en als je ongeveer 20.000 euro uitgeeft aan een auto, dan moet je niet gaan zitten zeuren dat het plastic hard is. Ja, dat motortje dan, een 4-cilinder, dat is eigenlijk een beetje gek, hè? Want je ziet een trend nu bij heel veel autofabrikanten terug naar die 3-cilinder. Van een 1 liter, 1,2 slagvolume en die hebben dan evenveel vermogen als een gelijke 4-cilinder. Nou, niet bij Dacia. Er zit hier een 4-cilinder turbomotor in, 125 pk. En die is dan verkrijgbaar vanaf 19.300 euro. Dat is voorlopig de basisprijs. Maar, er gaat er eentje komen, ergens. Einde van het voorjaar 2018. Dat is een Dacia Duster met een 1.6 4-cilinder zonder turbo. 115 pk. Ik heb er niet mee gereden, maar ik zeg je, dat is een minder fijne motor dan deze. Omdat hij nou eenmaal dat turbootje mist. Maar die auto die is standaard uitgerust met een LPG-installatie. Dat betekent een paar dingen. Twee in ieder geval. Hij heeft een hele grote actieradius, want hij heeft en die LPG-tank en die brandstoftank. En hij heeft een relatief lage CO2-uitstoot. En dus is de prijs anders. Waarschijnlijk, ze zeggen het niet, heel geheimzinnig, reken erop dat die prijs net onder de 19.000 euro duikt. Ik denk 18.890, want dat is precies de prijs van de huidige instap Duster. Oké, een beetje meer motorrijtuigenbelasting natuurlijk voor die LPG-versie, maar wel interessant voor het grote publiek. Ik heb poosje zitten rekenen. Het omslagpunt voor die versie ligt ongeveer op 6.000 kilometer per jaar. Nou, er zijn een boel mensen die dat rijden, ook in privé-situaties. Geen diesel. De diesel is dood. Jawel, Audi heeft net bekendgemaakt. Ze stoppen ermee in de kleine modelletjes. En dat zul je bij steeds meer autofabrikanten zien. En bij Renault leveren ze ook geen diesel in de Duster. Jawel, wel voor sommige landen. Alleen niet voor Nederland. In Nederland hebben we er helemaal niks aan. Wel vierwielaandrijving. Maar moet je daarmee? Niet. Later voor wat het is. Kost 3000 euro extra. Deze staat, zoals ik al zei, wat hoger op zijn poten. En daardoor kom je al wat verder. Hij is robuust, hè. Het is een auto die stevig aanvoelt, stevig in elkaar zit. We zijn er een beetje mee off-road geweest. En ik heb geen moment de indruk gekregen dat we vast kwamen te zitten. Dus die vierwielaandrijving, ik zou het niet doen. Ziet er raar uit, hè? Ik weet het, ik kan er niks aan doen. Moet, maar ik ben in een marmer groeven en hier kun je serieus all-wheel drive testen.
gaaf. Deze geen all-wheel drive. 4x4. Maar dat hebben ze wel. Ze hebben een Duster met 4-wheel drive. Het kost 3000 euro extra. Je hebt er niks aan in Nederland. Maar ja, maakt het uit. We zijn in Griekenland. We zijn hier in Nederland. Dus we gaan kijken wat een Duster met 4-wheel drive allemaal kan. Zo, so, is het dangerous? No, no, it's quite safe. You have the opportunity to have this, some different obstacles. Met een draaiknop om hem op lock te zetten of tweewielendrijving of automatische vierwielendrijving. Hier zie je natuurlijk wat je aan het doen bent. En hier zie je dat ook. Dit is een informatiescherm wat niet zit op de tweewiel aangedreven versie. En dan zie je de hoek waarin je zit. Op het moment dat je over een rand gaat, dan zie je de beelden aan de voorkant. Dus je weet wat daar zit, wat je eigenlijk niet ziet van achter het stuur. En als we hier naar voren, dit is echt schuin. Ik weet niet of jullie het helemaal meekrijgen, maar kun je zeggen? Dit gaat echt serieus schuin. Als Patrick een beetje naar die kant leunt, dat is precies genoeg om mijn mond te laten donderen volgens mij. Zie je dat, Pet? Gaaf, hè? Niet echt een auto voor autoliefhebbers. Maar goed, er leven in de wereld meer mensen dan alleen autoliefhebbers. Hè? Ja, je kunt je bijna niet voorstellen, hè? Jij en ik. Maar weet je, ze zijn er echt. Mensen die niet zoveel hebben met het fenomeen autorijden. Maar die wel af en toe van A naar B moeten. Nou, daar is zo'n Duster voor bedoeld. En dan doet hij de dingen die hij moet doen eigenlijk gewoon prima. Hij moedigt je niet aan om hard te gaan rijden of zoiets. Maar hij heeft wel lange veerwegen. Dat betekent dat hij in bochten een beetje overhelt. Maar dat betekent ook dat hij heel prettig omgaat met slechte ondergrond. Hij veegt het allemaal glad. En nog zoiets, hij heeft trommelremmetjes achter. En dan zie je dat en denk je, nou, trommelremmen. Dat remt uit de kunst. Gewoon prima gevoel onder dat pedaal. En als je dan een beetje de limiet opzoekt, stel je voor, het kan natuurlijk ook gebeuren zonder dat je dat wil, hè? Dat je je vergist in een bepaalde bocht, dan is die goedmoedig op de grens. Als je uiteindelijk een beetje begint te glijden, dan doet hij dat over vier wielen. Hij haalt geen streken met je uit. Er zit uiteraard een stabiliteitssysteem op. Nee, het is een auto die qua rijden eigenlijk precies doet dat wat hij moet doen voor de doelgroep. Dikke rubbers. Dikke rubbers? Ja, echt waar. Kijk, deze. Elke deur heeft rubbers. Dat is nodig, want anders wordt het nat binnen. Maar als ze te dik zijn, dan sluit die deur slecht. Kijk, nou is die dicht. Dat zijn van die dingetjes. Als je een paar dagen op pad bent met zijn auto, dan kom je daarachter. Let op, stap ik in. Niet te hard. Lukt wel. Nog zo'n dingetje, hè? Als je dan eventjes ermee rijdt, dan gaan dingen je opvallen. De vorige Duster had hydraulische stuurbekrachtiging. Deze heeft elektrische stuurbekrachtiging. Dat zorgt ervoor dat er minder energie nodig is om dat stuur te laten draaien. Als in geassisteerd. En dat zorgt er dan weer voor een laag verbruik, voor minder CO2, voor een lagere vanafprijs in de landen waar belasting belangrijk is voor de verkoopprijs. Maar, is niet fijn, die elektrische stuurbekrachtiging. Deze die plakt weer in het midden. Plakt, daar beneden bedoel ik dat je telkens een beetje aan het sturen bent. Als die auto in rechte lijn is, dan volgt hij niet exact het rechte spoor, maar je bent telkens aan het bijsturen en dat is hinderlijk. Ja, dan komt de grote vraag, moet je je Duster in gaan wisselen voor een nieuwe Duster? Nou ja, dat ligt eraan. Die dingen die zijn degelijk, zijn goed gebouwd, hè, want het is bekende Renault-techniek. Het is uitgeëngineerd als het ware, dus daarvan weet men dat het goed is. En dat betekent dat die dingen kwalitatief goed zijn, dat ze lang meegaan. Dus je kunt ook gewoon lekker in je Duster blijven rijden. Maar stel je voor dat je dat uiterlijk van deze toch ietsje grappiger vindt. Hè. Die achterkant die heeft andere lichten, de raamlijn is een klein beetje omhoog gegaan, de neus die ziet er net even ietsje gespierder uit. Dus het zou kunnen dat je zoiets hebt, ik haal hem wel op. Nou, dat doe je dan goed aan, want de auto is eigenlijk op alle punten net weer wat beter, net wat comfortabeler, net wat completer. Ik vind hem er ook net eventjes ietsje leuker uitzien. Lijkt wel een coole kar, hè? Zo'n Duster. En hij heeft geschiedenis. Ik weet niet of jullie dat weten, de Aro, dat is volgens mij een Roemeens automerkje geweest, heel lang geleden. Die hadden een terreinautootje en dat terreinautootje werd op sommige markten als Dacia Duster verkocht.
Echt waar, dus er zit geschiedenis aan dit ding. Nou, dit is de moderne versie, 2010 kwam die. Hij is nu opgevolgd door een betere variant. En ik vind hem cool, omdat hij een soort van no-nonsense is. Hè? Zelfs Alan Prost heeft geraced met zijn Dacia Duster in de andere strofe. Er is Dakar mee gereden met zo'n ding. Het is een soort no-nonsense. Je schaft deze auto aan omdat je niks aan de wereld wil vertellen met je auto. Je vindt het gewoon een makkelijk ding, pragmatisch, functioneel. Ja, dat kan. Dan vind ik alleen dat je wel voor de basisversie moet gaan. De simpele versie, een eenvoudig kleurtje, geen metaallak en dan van die stalen wieltjes eronder. Dat is de Dacia Duster.